Mark. Pieter. Waar ben je? Ik zit lekker bij ons in de tuin in de jacuzzi. Je weet dat er twee jongens achter je zitten. Kijk, er wordt bijgeschenen. Dat ging best goed eigenlijk. Ja, klopt. Kijk hoor, dat zijn zo te zien. Joris Ruijs en Michiel Broski. En daar is Kees van Brugge. Ja, ergens erachter is Kees van Brugge. Die zorgt voor het vuur, ja. Ik had liever met een paar mooie vrouwen gezeten, maar het is niet anders. Ah, ze mogen er wezen, hoor. Ze mogen er zijn, ja. Hey, ziet eruit als een ontspannen dagje. Dat is het ook. Het is rustig. En het main event gaat natuurlijk morgen verder, dag 2. En vandaag was gewoon even leuke dingen doen, gewoon relaxen. Ik je gisteren vertelde al dat jullie onder aanvoering van Tobias Peters wilde plannen hadden. Klopt, ja. En dan is dat nog maar de vraag wat er van terecht komt. Want we moesten om 8 uur 's ochtends hier weg. Ja, pokerspelers mobiliseren is altijd lastig. Helemaal om 8 uur 's ochtends. Ja, absoluut. En een paar zijn er ook afgehaakt, maar onze groep is in ieder geval meegegaan. Dus we waren uiteindelijk met 7 man. Wij vieren en dan Tobias Peters, Michael van Gerwen en een vriend van hem. Oké. Klinkt als een mooie club om los mee te gaan. Ja, precies. En we gingen dus naar Lake Mead. Dat is een natuurlijk, ja, nee, ik moet juist zeggen, een onnatuurlijk meer. Het is een aangelegd meer. Met de Hoeverdam en het is best wel een indrukwekkende plek, want het is een heel groot meer. Volgens mij is het grootste, ja, hoe zeg je dat, aangelegde meer wat er is in de Verenigde Staten. Alleen hij wordt wel ieder jaar een beetje kleiner, want het waterpeil zakt. En dat zie je ook aan de rotsen en zo. Het is best wel cool. Je ziet de bovenste helft van de rots is zwart, de onderste helft is wit. En het gedeelte wat wit is, daar stond tot kort water, zeg maar. Oké. Maar goed, daar gingen we dus heen en dan bootje huren. Wat jetski's erbij en knallen. En ging het hard? Het gaat echt knijterhard, ja. Ik heb vroeger wel met speedboten en zo in de weer geweest. Mijn ouders hadden een boot en waren veel op water. Maar dit was wel tikkeltje erger, zeg maar. Heftiger. Gaver ook. Ik bedoel, zo'n jetski gaat gewoon 90 km per uur over het water. Dat is absurd. En wij hebben toevallig, de meeste van deze gasten waren erbij in Barcelona, bij die IMT een keer gejet skiet. Toen gingen we op open zee, had je hoge golven en dat vond ik eigenlijk minder leuk dan dit. Over zo'n vlak meer heen is wel echt kicken. Je gaat veel harder, denk ik, dan op open zee. Ja, je kan gewoon volle gas gaan. En Het is ook iets minder eng, want toen in Barcelona was het best wel, we gingen echt op hoge golven en dan vloog je soms 3 meter de lucht in, dat was gek uit. En dit was ook, hier had je wat meer de controle. Hier had je kon het vrij heftig maken, maar dat had je dan in ieder geval zelf in de hand. Daar gebeurt van alles. Achter jou vinden allerlei positiewisselingen plaats. Joris is kennelijk klaar nu. Nou, ik stel me voor dat hij het enige nadeel is, als je iets aan wil passen in de jacuzzi, bijvoorbeeld de temperatuur, het wordt nu heel warm. Misschien is hij even het wat minder warm zetten, want het wordt gewoon 90 graden of zo. En het is al niet koud hier s'nachts. Even lekker al het zweet eruit voor dag 2. Ja, precies. Ik ben al lekker aan het klimmen en jou hoor. Mooi man. Wat waren de highlights van het op Lake Mead? Wie ging er hard op zijn mouw op het water en wie niet? Ja, dat is inderdaad een goeie. We hadden best veel borgen betaald, laat ik daarmee beginnen. Dus ik had vooraf al zoiets van, oh jee, dit soort zo geregeld. Ik moest echt een paar duizend dollar borgen betalen. Het duurde niet lang en die gasten waren al flink aan het klooien. Met name Van Gerwen is echt een complete maniak. Die ging een keer vlak langs de boot. En dan maakt hij een bocht en dan spettert het water over de boek. En dan wordt iedereen aan boord wordt nat. En Tobias is ook niet bang. Ja, Kees is ook zo iemand. Ja, die gasten gaan er gewoon voor. En ook met die boot, we waren nog maar net vertrokken en het gas ging open.
Ja, en de halve voorraad van wat we bij hadden aan handdoeken en eten en zo lag overboord. Was gewoon gelijk voetzie. Ja, Verkerbe ook. Die had geen zonnebril bij, dus hij had net nog een zonnebril gekocht in de winkel. Nou, dat was ook 2 seconden op de jetski en die zonnebril lag op de bodem ergens. Dus ja, gek huis. En ja, het ging eigenlijk nog vrij lang goed, moet ik zeggen. En op een gegeven moment presteerde Tobias het. Ik weet niet wat er gebeurde of wat. Maar Tobias presteerde het om de boot achterlangs te rammen. Oh my god! Heb je dat gefilmd, hè? Ja! En de boot ligt laag in het water. Het is een soort schans. Ja. En als je dan met een jetski met 90 km per uur aankomt, ja, dan kun je in feite kun je gewoon 4 man tegelijk onthoofd als je een beetje pech hebt. Maar het liep redelijk goed af. Hij knalde erachterop. En ik was toevallig net aan het filmen. En ja, ik schrok er ook van, want ik dacht, nou, die gaat ons even goed pakken. Nee, maar het viel mee. Hij was er net zo snel weer af als dat hij erop was. En de schade leek mee te vallen. Iedereen wel even flink geschrokken, dus ik dacht, nou, misschien worden ze nu wat rustiger, die jongens. Nee, absoluut niet. Het was nog steeds gek huis. En het duurde dan ook niet lang voordat Michael en Tobias echt vol op elkaar knalden. En toen was er wel wat schade, helaas. What the fuck? Ik was vol op hem. Ik dacht, ja. Ik hoop jullie vertellen. Ja, daar gaat mijn borg. Gelukkig alleen materieel. Als je ziet wat er zeg maar, kapot gaat aan de jetski en je stelt je voor dat je been daar heeft gezeten of wat dan ook, ja, dan heb je wel een probleem. Maar ja, spiegeltje eraf en aan de voorkant de bumper aan boord. Maar we kwamen er goed vanaf. We waren in mijn ogen redelijk gematst. Moesten $200 van de borg waren we kwijt en de rest kregen we netjes terug. Zelf iets gewend daar ook, die jongens van het bedrijf, denk ik. Ja, ik denk het ja. Kijk, het is natuurlijk Las Vegas, hè. Mensen komen hier niet voor een rustig rondvaartje. Het is echt knallen. Nee, het is de Beesbos niet, Mark. Nee, precies. Oké. Okay. Ondertussen ziet het achter jou steeds gezelliger uit. Maar, Ja, het moet ook niet te gezellig worden, want het is iets van 10:45 of zo. En we moeten redelijk op tijd naar bed natuurlijk. Morgen om 12 uur, alle 4 dag 2. Ik met een beetje een zielig stekje in vergelijking met die jongens. Maar we zitten er allemaal nog in en dat is een mooi uitgangspunt, denk ik. Dus we zullen rustig aan moeten doen met de corona's en een beetje op tijd naar bed. Maar ik denk dat dat wel gaat lukken hoor, na een dagje volle bak in de zon en lekker eten, lekker relaxen. Zijn we allemaal wel klaar om op tijd ons bed in te duiken, denk ik. Lekker, want heb je dan überhaupt nog over poker op zo'n dag af en toe of eigenlijk niet? Eigenlijk vrijwel niet. Totdat we net hier terug in het huisje kwamen en de World Series stream aan hadden, ja, dan ga je toch wel weer. Dan begint het ook wel weer te jeuken en je gaat wat handen bespreken met z'n allen. En je overlegt ook wat handen die je zelf hebt gespeeld. En je komt tot nieuwe conclusies en nieuwe inzichten. En ik weet niet. Het is ook altijd fijn als je mensen hebt met wie je over poker kan praten. En, ja, het is met name ook gewoon het enthousiasme wat wordt aangewakkerd. En, een beetje mentale voorbereiding op morgen. Ik denk dat iedereen er heel veel zin in heeft. Leuk man, leuk. Fijne avond nog daar. En het lijkt me leuk om die jongens ook een keer met wat meer licht en wat meer kleren te zien weer. Ja, ik ga mijn best doen. En ik zou zeggen, heel veel succes en we gaan het natuurlijk weer. Dankjewel Pieter. Okay. Jongens, zwaaien naar Pieter. Kees. Joep, fijne okay. Avond. Yo, Pieter. That's insane.